Koningin Beatrix had een drukke agenda deze week. Naast de gesprekken met haar adviseurs en fractievoorzitters over de formatie, was ze maandag in Apeldoorn voor de opening van de verbouwde politieacademie. De koningin wordt onthaald door een erehaag van studenten van de politieacademie. De studenten staan netjes in de houding en verroeren zich niet als de majesteit langsloopt. Ze wordt vergezeld door burgemeester Fred de Graaf en commissaris van de koningin Clemens Cornielje. De vorstin opent het vernieuwde pand van de politieopleiding symbolisch met een grote sleutel. Majesteit, dames en heren, het grote moment is aangebroken. Majesteit, mag ik u verzoeken deze sleutel overhandigen, zodat die naar boven getransporteerd kan worden. De grootscheepse restauratie van het gebouw duurde 3 jaar. Het oude gedeelte was vroeger een klooster. Maar na de verbouwing voldoet het gebouw aan de modernste eisen voor een politieopleiding. Eigenlijk is alles verbouwd. We hebben zoveel mogelijk het oude in stand gehouden. Dus het verbouwen betekende vaak ook heel veel verf afkrabben om het originele weer tevoorschijn te halen. Daar is heel veel tijd aan besteed. Naast basisagenten worden hier ook specialistische politiemensen opgeleid. Zoals de technische recherche. Eerst zat deze tak van de politieacademie in Zutphen. Ja, we kunnen nu de link leggen tussen de tactiek en de techniek. En de afdeling verkeer zit hier ook, dus we kunnen ook samen het onderwijs opzetten. Alle aanstaande politieagenten voor het midden van Nederland worden hier opgeleid. De verbouwing kostte in totaal 73,3 miljoen euro. Ja, dat is heel veel geld, maar we hebben dat zoveel mogelijk gedaan van oude locaties die aan vernieuwing toe waren, door die allemaal samen te nemen. Wat als voordeel heeft dat we ook veel meer bij elkaar zitten. En bovendien bleek dat toch echt de goedkoopste oplossing ten opzichte van bijvoorbeeld alles opnieuw bouwen.